Hallo allemaal, mijn naam is Tom en vandaag een videoverzoek van een YouTuber genaamd Double Crazy DC. Die zei in de comments van mijn nieuwste Tom's Minecraft-video 162 zei die van uh, doe een keer een tour door je creative wereld Had 34 likes die comment dus uh, blijkbaar wil heel veel mensen dat dus uh, ja. Ik ga vandaag even toeren door mijn creative wereld uh, Ik ga het totaal onvoorbereid doen. Ik ga beginnen bij het begin bij de spawn die was hier ongeveer en ik ga dan gewoon even alles bij langs. En over elk ding wat vertellen en laten zien. Het gaat waarschijnlijk in twee afleveringen opdelen, want het uh, is nogal lang. Grote wereld, natuurlijk. Dus laat ik beginnen met het begin. Um, dit hier is een uh, Nether portal. Ik ga even mollen, want het gaat is een beetje irritant. Oké, okay, het begin is uh, hier. Hier is de spawn ongeveer, waar deze... Uh, voor mij is dat de end, wacht, dit is de spawn volgens mij. Of hier ergens, het maakt niet zo uit. Het allereerste ding dat ik gebouwd heb in deze wereld is deze brug, volgens mij. Deze heb ik vernoemd naar mijn konijn Murphy. De Murphy Bridge of Murphy brug. En uh, Sander noemt me altijd de bruggenbouwer. Nou, het begon dus al in november 2012. Van deze wereld is toen gemaakt. Die is al dus. Nou, bijna 2,5 jaar oud, de wereld. Is uh, redelijk oud, dus. is ook een brug in de verte. En uh, daar nog een brug. Maar ja, uh, uh, hier begon dus mee. Met uh, deze brug. En hier. De Murphy Bridge Build. aan 29 november 2012. Nou, op deze dag is de wereld dus gesticht. Dat is. ga uh, ik mooi even kijken wat de datum is. Ik, heb, ik wilde vroeger altijd bij elk ding. Een, uh, een datum bijzetten. Zo van. weet ik het gewoon. Want daarvoor kan ik gewoon even kijken. Van, oh, ik heb dat toen gebouwd. Maar. ja, dat een beetje vergeten na de tijd. Nou, het tweede ding dat ik gebouwd heb. is dit ding. Is eigenlijk geïmporteerd vanuit mijn Tom's Minecraft wereld. Ehm. Um, maar ik, heb, ik had hiervoor nog een andere creative. wereld. Ik heb die daar toen ontworpen, dit uh, gebouwtje. En toen in de serie gebouwd. Uh, Toms Minecraft. Daar uh, is hij ook nu vindbaar. Het water mist die wel uit. En hier horen we dus normaal. Um, hoe hier te zitten. Kun je ook hier zien: Graan. En ik heb hier ook een sign bij. Oh, in oktober gemaakt. Oké. Okay. Dus uh, Misschien wat, is deze wereld wat ouder. Maar ja, ehm. Um, dit is een uh, boerderijtje. En dan uh, volgt hier wat nether tunnels. Moet ik even nadenken. Dit is een nether tunnel. Uit mijn Tom's Minecraft wereld. Heb ik hier ontworpen. Gewoon een beetje kijken of dat ziet er leuk uit. Dit vond ik wel leuk. Nou, heb ik al intussen al gebouwd. Um, dit is ook een nether tunnel. Maar volgens mij. Van. Ik weet niet. Ik ken het toch vaag. En dit is ook weer een nether tunnel. Ook een keer gewoon gedeesniped. Maar ik kwam uiteindelijk niks van. Ik heb uiteindelijk gewoon die gekozen. En dit is ook een tunnel. Maar dit was echt zo lelijk dat ik waarschijnlijk dacht: van ik stop hier direct mee. Um, dit is een koeienfarm. Dat kan ik me heel goed herinneren. Er was in die tijd net, namelijk net nieuw gekomen, dat als je een uh, koe nam. Even het water hier zo plaatsen. Um, dit stroomt niet helemaal heen, toch? Als het goed is. Ja, oké, okay, dat klopt. Dat ik net nieuw gekomen, dat als je een koe neemt, kun je zien. Die blij gaat zo, gebeurt niks. Maar als ik een babykoe... Hoe komt dat stoomblok daar? Hoe komt dat. Wat? Oh, oh, oeps. Even iets uitzetten. Waar is dat? Daar is dat. Er staat nog een command aan die dat uh, veroorzaakt. Even snel fixen. Van de... Uh... Zo, dat is uit. Oké, okay. uh, even snel terugvliegen, want het was van mijn iMine heb ik eventjes dat ding aangezet. Nu moet het gefixt zijn. En nu kan ik cool eventjes... Uh... Oké. Okay. Maar ja, wat was dus namelijk nieuw, dat als je een koe nam, dat die dan wel hier doorheen paste. Zie je? En zo kon je dus een farm maken, dat je hier bovenop ging staan. Dan moet je gewoon eventjes zo springen. Had je hier in je handen, Dat had heel veel koeien. Kan eventjes een paar spawnen hier, ook. Uh, zo, dat moet nog genoeg zijn. Dan kwam je dus, je had de farm, doe je zo. Hup, en dan ging je iedereen breeden. En dan kwam allemaal, even, oh, doe ik verkeerd een knopje. Dan moet ik eventjes mijn particles aanzetten, die stonden namelijk uit. Bada bam uh, Video settings. all oké. Okay. Ik kan maar mijn koeien. En die babykoeien, die vielen dus automatisch hier naar binnen. In uh, dit gat. En ik had toen iets gedesign dat je dan. Ja, ik had het niet afgemaakt. Maar volgens mij wil ik iets doen dat je dan. Dat ze in de. Dat zie je gewoon uh, volgroeiden, Dat ze dan uh, door laaf werden vermoord of zo. Dit is een design van een storage room Er wordt nog iets mee gedaan. Maar. Uh, Hoeveel, ah, ik weet niet meer. Maar het is een storage room Een keer gebouwd of zo. Geen idee waarvoor. Nog een floor design hier. Dit is. Um, oh, ja, doe ik doe heel vaak dit. Ik was net kwarts was net nieuw gekomen in de game. En ik ging toen echt kijken. Bij welk blok past kwarts het beste? Heb ik al heel veel blokken hier geplaatst. Allemaal soorten. Ja, en gekeken wat past bij elkaar. Nou, en om, om natuurlijk hier een vloerpatroon te maken. Nou, als je nu al eventjes snel de kijkt wat past bij elkaar. Die past goed bij elkaar. Uh, even kijken wat past goed bij elkaar. Op zich die ook wel, maar niet in deze. Moet je eigenlijk wat meer blokken erbij gebruiken. Dit past goed, vind ik. Um, die past goed. Die, die. In feite echt elke soort klei en ook kool. Dus deze vind ik eigenlijk allemaal wel kan passen. Zo deed ik het meestal. Gewoon even kijken. Hetzelfde hier. Ik had dan hier um, ook een hele rij gedaan. En gekeken wat past nu bij dit soort hout. Nou, ook helemaal kijken wat past erbij. Uh, dit is gewoon een tent. Een keer voor een prank uh, ontworpen. Helemaal niks uh, waard of zo. wat uh, hartstikke lelijk. Um, en dan ging ik hier verder. Ik ging hier kijken wat past er allemaal bij. Uh, um, wat past er nu bij dit? En welke kleur past er weer bij? Dan dacht ik even kijken. Hier ook weer. Ik had toen allemaal combinaties gedaan met kleuren. En ik had toen lekker een Mushroom Island gemaakt. Want ik wilde, ik wilde een uh, gebouw maken op een Mushroom Island. Ik ging even kijken wat past bij elkaar. Ik had toen dit gedaan. Uh, ik wil met MC Edit iets doen. Dat ik een hele lange uh, rij had. Om te kijken of het pas goed bij elkaar En Het was een uh, kopieerfout kun je zien. Dus het is helemaal kapot gegaan. Hier hoort dus uh, geen ruimte tussen. Het hoort gewoon zo te zijn. Maar ja. Um, <laughs> ik uh, laat die dingen gewoon in mijn wereld staan. Het is wel grappig om het een keer te zien. Zo van. Oh, dat ging een fout doen. Allemaal herinneringen. Uh, wat dit is. Uh, moet ik even kijken. Dit is iets heel raars. Wat de hel is dit? Je zit vol Volgens mij. Uh, uh, Mop-ei in. Niet eens, een dropper zelfs Wat kan het gezijn uh, Gezijn, wat? Wat kan het uh, geweest zijn wat Dit eigenlijk Oh ja, ik ging kijken wanneer uh, smelt het uh, ijs nou Nou, blijkbaar zo niet En er is allemaal opgelicht, kun je zien Het is negen, dus uh, zo test ik dat meestal dan Volgens mij was het iets met Wat gebeurt er nu Hij schiet er naar boven zeker Of niet Waar schiet hij hem heen? Oh, daar. Oké. Okay. Oh, hier zit dus ijs onder. Au. Oh. Wacht eens even. Als ik hier wat water plaats, voor mij moet dat ook. Hoe werkt dit precies? Wat is dit? Oké, okay, dit is heel vaag. Ik heb geen idee wat het is. Maar even kijken, wat is dit precies? Niets um, bijzonders. Ook geen idee. Oh. Oké, okay, dat is raar. Dit. <laughs> Zo'n rare dingen in mijn wereld. Even zien. Dit. Dit komt mij vaag bekend voor. Ik heb dit één keer ontworpen voor een of andere kamer. Maar nooit iets mee gedaan. Ik kan me niet herinneren wat het nou precies was. Maar volgens mij iets met iMine. Alleen waarbij? Ik heb echt geen idee meer. Ergens in ieder geval bij. Ah, ik had hier een villa gebouwd. Die hoorde ik in iMine Seizoen 1 bouwen. Dat is ook al anderhalf jaar geleden. Ik had eerst alles van kwarts. En ik heb toen later wat meer uh, hout toegevoegd. Kun je zien. Iets meer uh, gemaakt dat het iets uh, natuurlijker leek. Iets beter. Het moet allemaal natuurlijk leeg zijn. Geen idee hoe dat uh, hier terecht kwam trouwens. Is raar. En natuurlijk uh, water in komen. Dus zo. Dat was een zwembad. Ik heb ik uiteindelijk al gemaakt. Ik, was, ik heb het ook eigenlijk toch al gemaakt. Alleen nooit echt afgekomen. Toen ging de server resetten. Wel leuk interieur. Oh, die trap hier en boven, daar hebben we die slaapkamer. Ja. Ellendige belichting hieronder, volgens mij. Zo'n klotewerk. werk. Ja, hier. Had ik die tv onder gedaan. Lekker verborgen. Oké. Okay, even weer uh, hier weggaan. Even dit weer fixen. Oké. Okay. Oh, dat was niet goed. Nog eentje. Oké. Okay, uh, even kijken. Dit is mijn Nether Tunnel uit iMines Seizoen 1. Ja. Volgens mij is dit hem. Ik weet het niet zeker. Ja, ja, dit is hem wel. Alleen wat ik toen had. Ik had toen uh, de kleuren zo gedaan. Even erbij pakken. Uh, zo. En, en hier weer oranje. En daar weer achter, weer uh, geel. En ik had het toen uiteindelijk al gemaakt. Alleen het was zoveel werk en zo duur om te maken. Maar het zag er wel heel mooi uit uiteindelijk. Uh, ik doe heel vaak Souls uit achter uh, Lief. en ik echt super mooi eruit zien. En het geeft zo'n mooie uh, donker effect. Je ziet er niks van, maar het is wel mooier dan bijvoorbeeld als ik eventjes kwarts uh, af kwarts uh, een uh, nederrek achterplaats. Even uh, dat doen dan. Even kijken. Anders zie je normaal dit. En dat is zo lelijk. Hier. Ja. Yeah. Je ziet het niet eens, maar uh, ja, het stoort mij anders. <laughs> en dit was een of andere brug-design die ik van mijn uh, uh, eilandgedoe wilde maken. naar mijn basis op iMine. Bij de oude basis van seizoen 1. Ook nooit van toegekomen. Ik heb uiteindelijk wel dit ding gebouwd. Deze brug, heel simpel. Um, heel erg uh, geleidelijk uh, uh, minder uh, stelwordend. wordend. is dus gewoon. Njoo, pam, 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 pam. Voel ik wel fancy zien. Oh ja, en dit ding. Ik had op een gegeven moment. Uh, Tim was het. Had ik Tim geprankt op de iMine server. Seizoen 1. Laatste aflevering van het uh, seizoen, dacht ik. Um, hij deed het namelijk mee samen met. Uh, Verdenk ik, dat is toch weer. Um, Gamer King NL. Nee, 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 niet King NL. Um, Patrick van Games Activity, dat was hem. En nog een andere dude, uh, Deed hij mee aan Minecraft World Record Stream. Hij was toen. Uh, heeft hij 60 uur lang Minecraft gestreamd. En de langste tunnel ooit gemaakt in Minecraft Survival. Um, lang verbroken, denk ik. Maar uh, ik had toen een koptelefoon gewonnen. Een gewonden, even kijken, hoor. Denk het ding doet een beetje raar. Um, ja, dat zit er weer in. mijn draadje vlog uit. Ik had toen een koptelefoon gewonnen. Alleen die kreeg ik niet. Omdat ik een YouTuber was. En toen ging ik sindsdien helemaal janken met Tim. Ik heb mijn koptelefoon! Voor de grap heb ik deze, deze prank dus gedaan. Maar ik hoef dat ja, niet, want ik heb het veel betere. Ik heb deze microfoon een Blue Yeti van 250 euro. Dus waarom zou ik het ding willen hebben? Maar ja, dat was wel grappig. En dit is een X-ray machine. Die kent iedereen wel. Maar die werkt hier, ik ben jammer genoeg. Ik laat we even zien. Zie je? Nee, ik kan het niet weer plaatsen. Dit is idee. En dit is het saloon projectje gedoe bij iMine Seizoen. 2. Uh, Veel te groot sign Wil ik ze zo'n saloon maken. Maar dat werkte niet echt. Maar ja, uh, even kijken. Dit is iets met. Ook met een mesa. Dit is een TNT kennen volgens mij. Ja, ik wist het. Even aanzetten. Bam. Komt hij. Yay. <laughs> en dit is een of ander ontwerp van. Gebouwen, ik, ik heb geen idee wat ik hier aan het denken was. Het is zo lelijk. Bleh. En dit is daar dus een tutorial keer gemaakt. Ik leg toen uit wat, uh, hoe kaarten werkten. Dat je bijvoorbeeld, uh, als je de kleinste kaart hebt, je van uh, dat tot dat punt meet. En Dat je altijd gefixeerde middelpunten hebt. Dat je nooit, als je op de kaart hier maakt of hier klikt, dat, het middel, dat het dan, uh, dit het middelpunt is, maar altijd op de, deze, co deze coördinaten. En, of eigenlijk andere coördinaten, maar dan moet je dat weer delen door zoveel Dat altijd het per chunk gaat En als je dan een kaart vergroot bijvoorbeeld, dat het dan altijd een, 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 hetzelfde middelpunt is Dat leg ik eventjes uit hier En ik heb dit als voorbeeld gebruikt een andere Survivor wereld van mij heeft geïmporteerd, voor de grap En daarom was het er ook, hier begon ik ook vorige keer de I-mine Stond ik daar uh, Dit is een ontwerp, een idee van een uh, storage room van mij Of een basis idee uh, om de lucht te bouwen had ik een beetje, uh, ik, iedereen kent natuurlijk uh, Ziesto wel. En ik dacht, um, zijn lens inspireerde mij zoveel. Hij heeft een geniale basis gemaakt, de lens, in Minecraft seizoen 3. Uh, en ik dacht, ik wil ook zoiets doen. Dus ik uh, had ik dat gedaan op een gegeven moment. Ik had dus uh, dit ontworpen. En ik wilde het gaan bouwen bij dat ene villa in de buurt. Dat is uh, die villa die ergens daar staat. Uh, Noordaf van die villa. Um, ik heb het al te zien in de, in de aflevering van de server, maar nooit echt uh, gebouwd. En Matthias heeft nu echt een beetje hetzelfde design uh, gebouwd. Zag ik zo pas in, uh, in uh, dit seizoen van iMine. Vond ik wel grappig, het leek ik heel erg op. Alleen ik had toen niet het idee om uh, Hoppers hier te gaan plaatsen, want dat was iets te veel. Wat ik wel wilde doen is dit. Dat is een beetje weggehaald, maar ik heb hier bijvoorbeeld een farm. Kun je zien. En als je dan aanging, dan gingen de items hierin. En dan zouden de items van de. Die farm zou dan wel zo gaan. Dus bijvoorbeeld zo. Die zouden er wel automatisch in gaan. Dat ik heb ik wel uh, bedacht. Dat het water zo hierin uh, stroomde. Laten we even zien. Bijvoorbeeld, de farm ging aan. Even wat uh, uh, hoe erbij bijpakken en wat uh, dingen te planten. Nou, die kunnen wel worden geplant. En hoe. Even dichtbij doen, is iets makkelijker. Oké, okay, um, dus plant, 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 plant. Plant. En even water plaatsen. Dan kun je zien wat gebeurt er. Ehm. Um, niet heel veel, want dan wordt niet meegenomen. Game rule. Do tell drops. True. Even nog een keer proberen. Even dit verwijderen. Oké. Okay. Dus even plaatsen. En. Pam, 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 pam. Oké. Okay. Nu kun je zien dat het valt naar beneden En het zou dus inderdaad hierin vallen. Maar dat werkt niet echt. Dat kun je wel zien. Is wat in nu. Nee, het is gewoon allemaal leeg. Maar ja, dat was het idee, dus dat ik. Uh, zo'n. Uh, Farmpje zo hebben gemaakt daarboven. En allemaal soorten zou hebben. Bijvoorbeeld hier uh, aardappelen. je carrot. En zo allemaal weer een... Uh, ...heel veel eromheen. Dan weer één uh, zo schuin boven. En uh, nooit ervan gekomen. En dit is in ieder geval een of lamp. Um, ik had iets getekend voor de grap. Uh, op, in mijn wiskundeschrift. Een lamp. Ik verveelde me. En ik heb toen voor de grap uh, in mijn uh, wereld gebouwd. Een beetje gloeilamp idee. Uit mijn hoofd een beetje gekeken naar die draden. Wolveraamdraden natuurlijk. Want die uh, zijn het, uh, het hoogste kookpunt... Um, ik ga nu weer terug, want dit zijn allemaal hele nieuwe dingen. Dit is echt super nieuw, dit. Dit is ook heel nieuw. Dat is wat ouder. Um, dit is echt het nieuwste ding in mijn wereld. denk je van, Tom, wat de fuck is dit? Dit is een of ander bouwwerk dat ik wilde maken met de texture pack. Want zit een, een, een server van een vriend van mij speel ik ook uh, af en toe. En met dit texture speel ik dan die server. Vind ik wel wel leuk uitzien. zien. Ik denk, geef je iets anders spelen, andere beleving. En toen ging ik met dit tekstwerk een uh, huis designen. Ik ben er natuurlijk mee bezig. Het dak is natuurlijk super lelijk. Dat is echt... Nou, niet normaal te zien, dat dak. Moet ik natuurlijk al ontwerpen. Maar als het ding even laatst heel fijn zijn. Pam, pam, Ja. Custom skin is trouwens dat ik... Uh, uh, dat alle Steve skins mijn skin zijn. Want ik vind de Steve skin heel lelijk. Oké. Okay, Tada. Nog steeds een beetje een lelijk gebouw. Maar uh, ik was een beetje mee bezig. Kijken, nog aan het inrichten. Ik had een open haakje gemaakt. En dat trap hier heel durptrap, want ik had geen ruimte over. En ja. Oké, okay, even eruit zetten. Als het heel snel gaat, zal het heel fijn zijn. Dan, Kom op. Eén, twee. Ja, het ging heel snel. Maar je kunt trouwens die font in de beschrijving gewoon vinden op mijn website. Gewoon uh, niet uh, blijven spammen, maar gewoon uh, even naar die site gaan. Dit is ook een heel oud ding. Volgens mij het derde ding gebouwd in mijn wereld. Pardon, eventjes schapen net, bijna. Um, dit is het eerste ding, het tweede ding. Dit is het derde ding volgens mij. Ik was een beetje bezig met het maken van liedjes. Ik ging even kijken hoe. Dit is echt super Durby Redstone. Dit is wat de control room. Dit zet het aan in de klok. Moet ik eventjes het natuurlijk uh, goed plaatsen. En dit is dan. Um, uh, even kijken. Ah, mijn Durby Redstone van toen is echt vreselijk. Oh mijn god. Je had toen nog geen. Uh, uh, dingen zoals. Uh, locked, repeated en zo. Maar nu. Ik denk echt met AND-gates het allemaal. Je moet het zo zien. Dit is een klok die bestuurt alles. En je gaat, die stuurt signalen elke zoveel seconden hier uh, langs. En dan gaat hij hierheen. Gaat hij uh, dit, loop, dit loopje dus aandoen. Nou, is hij klaar. Dan komt hij weer. Uh, oh, hij gaat hier juist langs. En deze gaat alleen aan wanneer deze torch aan is. Zoals dus ik eventjes dit doe. Mog op. Er gebeurt niks. Um, ook helemaal niks omdat deze klok een beetje kapot is. Waar ik dat toen nooit gedaan Maar ik heb een veel langere klok hebben dan uh, dit. Maar dat doet er niet toe. Ik kan even iets snel maken, denk ik. Um. Ja, oké. Okay, nu is hij iets langer. Maar. Uh, doe ik dit? Nu werkt hij wel. Het is natuurlijk heel logisch dat het is. Ik ga eventjes één keer aan laten zetten. Dat, dat kent iedereen wel, dat deuntje. Oh, eventjes natuurlijk... Uh... Ach, ik moet anders doen. Um... Zo even dit weghalen. Oh, zo ging-ie. Oké. Okay. Ik moet gewoon weg. Weg. Uit. En ik had dit als drumgedoe. Dus moet ik even die aanzetten. Dus, even kijken, is het nu aan? Als ik een signaal even één keer doorgeef, gaat die als het goed is, gaat die werken. Nou, oh, moet ik even weer uh, resetten. Oké. Okay. En nu moet die gaan uh, werken als ik het aanzet. Ah! Is dat ding weer uit? Wacht even, wat klopt nu niet? Oh, het signaal blijft aanstaan. Oké. Okay. Even kijken. Ah, maakt uit. Hij werkt in ieder geval. Even dit stopzetten. Zal wel heel fijn zijn. Hoppa. Oké. Okay. Um, dit is een idee van. Oh ja, dit is uh, stripminen. Ging ik even mensen uitleggen hoe het precies werkt met wat screenshot heb ik had gedaan? Bijvoorbeeld. Uh, ging ik zo een screenshot maken? Zo van. Dit is uh, branchmine. Het is veel effectiever dan uh, stripmine. Is het ook trouwens? Um, dus ja. Um, ik probeer hier te kijken hoe je uh, de rivier kan opvullen. En ik heb dit gedaan, deed ik zo water, en dat uh, verspreid natuurlijk allemaal, en dan kon je heel makkelijk dit verwijderen met, uh, met je scissors. Dit is een netter up van mijn Dom's Minecraft wereld, heb ik hier ontworpen. En ik heb hier toen wat tunnels bedacht. Um, had ik twee wegen tunnels, dat je twee kanten op kon. En dat je twee kanten op kon rennen, had ik bedacht. Nou, maar wie gaat er nou... De kans is heel klein dat er twee mensen tegelijkertijd door een tunnel gaan. Dus ik had het nooit echt uh, gebruikt, dit. Maar ja, wel een uh, keer uh, over nagedacht. Dit is een van de raar brug die zei dat het super leuk is. <laughs> dit is een greenscreen. Ding had toen een keer zo'n pack gemaakt. Had ik hier een greenscreen nodig. En ik had heel vaak op mijn uh, snapchat reviews eventjes een mop nodig die aan het zweven was. Nou, wat ik toen deed: En screenshot. Of uh, eventjes. Eventjes uh, difficulty 3 doen. Dat ik F1. Screenshot. En dat ik. Nou, dat natuurlijk geen creeper, want dat is natuurlijk greenscreen en werkt niet op de creeper. Ik had dus altijd dit blok, had ik. Al dit blok had ik dus uh, groen gemaakt. Ik had toen. Uh, even kijken. Dit gedaan. En het was gewoon één uh, kleur groen, groepen licht En ik kon ik een uh, greenscreen uh, uitvoeren. Dit is een ontwerp voor een storage zoom van Joost. Had ik uh, een keer. Vele aan hem gestuurd. Zo van: maak zo'n storage zoom. Ziet wel leuk uit. Heeft hij nooit gedaan. Dit is het ontwerp van een tree farm in mijn Tom's Minecraft wereld. Um, is dat ik het zo, maar toen later zo, dat hier een boom is, daar een boom en hier, 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 hier. Dit is al 2,5 jaar geleden ontworpen, maar nog steeds is die fucking tree farm nog niet af na 2,5 jaar. En hier ging ik proberen een vulkaan te maken met waterbuckets en lavabuckets. Ik heb het eigenlijk wel gemaakt, zo'n vulkaan met Tom's Minecraft wereld. Echt, heel veel van deze dingen zijn voor de Tom's Minecraft wereld, voor seizoen 2 van mijn serie. En ik heb dus hier bijvoorbeeld uh, getest. Uh, nou, ik begon eerst dus met een simpele paal. Ik laten zien. Nou, eerst. Uh, even kijken. Um, ik begon eerst zo. En laat ik het even verspreiden. Dat deed ik zo. Oké. Okay. Ik ging door verder. Dit verwijderen. Water verwijderen. En weer zo. En toen ging ik maar de hele tijd door met het ontwerpen van de vulkanen. Uiteindelijk had ik eentje wel kunnen maken. En dit uh, werkte totaal niet op deze manier. Maar zo werkte het wel natuurlijk. Kun je zien. Zo kun je een gewoon maken. Die steeds groter wordt. Tada. Maar ja. Dit is het ontwerp van de nether van van uh, iMine. Ik. Uh, iedereen. Uh, of dat als Matthias er was iets ontwerpen. Ik dacht. Ik doe eventjes een poging. Geef wat ontwerpen. Nou, nah, ik kan het totaal niet. Matthias kan het veel beter. Ik, dit is echt zo lelijk. En dit is trouwens de. Een uh, mob uh, room die ik pas heb gemaakt Voor mijn Dom's Minecraft serie met een sorter hier en Even in game mode 3 gaan Gaat iets sneller met vliegen Ik heb hier ook een paar sorters nog staan als het goed is Hier kun je zien uh, Dit heb ik ook echt Gebruikt bij een andere wereld Dacht ik uh, Even kijken hoe werkte dit precies Ik had volgens mij uh, Hier een kat in waar dit nu staat Hier had ik een kat En ik had hier een villager in en hoe dat dan werkte, laat even zien. Even in game mode C weer gaan. Uh, ik uh, had gewoon even dit handmatig gedaan. Even, uh, het ging iets gemakkelijker lijkt mij. Uh, even een ocelot hebben. Of ik kan beter iets anders doen. Dat ik eventjes sneak commands doe. Summon ocelot. Hoop oh, met een z is dat in het Amerikaans natuurlijk. Owner, Tom Scheper. Cat type 1 doen we wel. Zo, getamed en gaat zitten. Oké. Okay. Ja, die commands zijn echt zo handig als je ze kent. En hier een villager even snel spammen. Uh, zo. Ik doe binnenkort al zo'n tutorial over deze commands. Al die summon commands, bijvoorbeeld deze en andere. Um, maar dat zie je dan een keer wel. Even, even snel een spoiler voor die tutorial. Even uh, wat, uh, wat je kan verwachten daarvan. Okay, even heel ver weg vliegen, want anders uh, vermoord ik mijn wereld gewoon. Even kijken. Uh, Dit is wel goed genoeg, denk ik. Oké. Okay. Summon. Oh. Fireball. Fireball, maak af. Oh, hij maakt hem uh, verkeerd af. Fireball. Du -du -du -du. Uh, explosion power. Hij uh, ging even met 50. Oh, hij ging direct weg. Ah we ga je direct weg. Ding. Hij gaat direct weg. Wat de hel. Wacht, ik doe gewoon even dan dit. Motion. Oh. Motion development het het zo. Uh, voor mij was dat zo. 0, of moet het nou zo? Ah, uh, ging het ook alweer. Voor mij moet het zo. 0, mm, of ik doe even 0,5. Ehm, um, 0. Min 0. 1,000. Oh, ik heb 1 te veel gebruikt. Dat heb ik niet weer gedaan. Ik heb wel dat ding nodig, blijkbaar. Laat ik het zo. Vergeet voor mij iets. Nou, hij, uh, hij gaat direct weg. Geen idee waarom ik direct weg gaan, maar uh, whatever. Ik wil even een explosie maken, maar dat werkt blijkbaar niet heel goed. Oké, okay, uh, even teruggaan. Ga ik nu de goede kant op? Nee, ik ga de verkeerde kant op, volgens mij. Uh, waar is de wereld, in godsnaam? En even zien. Ga ik nu wel goed? Oh, weet je wat ik even doe? Hop. Kill. En ik respawn weer, als het goed is. Hier. Oké. Okay. Dus uh, hoe werkte dat? Even nog even snel te zien. Even. Oké. Okay, dus. Deze. Elke keer als hier een mob doorheen ging, ging de redstone aan. En die ging dan zo hier langs. En de piste na een tijdje open. En dat deed dan zo. Oké. Okay hij werkt niet echt mee, nu wel, zie je? gaat direct daarin, zombie. oh, um, eventjes dit cover. zo, zombie, die gaat naar de villager, nee niet eens. ook niet. die wel, ga weg. en de skeleton blijft staan als het goed is, ja. en die ook. ja. en de cube gaat direct weer weg. ja, die gaat direct weg. Die. Ja, dus zo werkte die Want je kon toen uh, zombies Of skeletons kon je nog niet sorteren die, die waren gewoon nergens bang voor Tegenwoordig van wolven, maar toen nog niet Toen bleef het gewoon stilstaan En dus daarom deed je het vroeger zo Dan, je, dan deed je dus een timer en dan liet je de skeletons liet je gewoon vallen Na een tijdje En uh, creepers renden weg, moet je natuurlijk wel een platform hebben Waar ze naartoe kunnen rennen uh, Dit is, hoort niet zo, dit moet even zo En uh, zombies moeten naar een villetje toe gaan Dus deed je dat vroeger Gewoon op deze manier Beetje oldschool. Zo. Zie je. Werkt mooi. En die werkt ook mooi mee. Nee, die weer niet. Dat had je soms wel. Dat niet super werkte. Maar die ik nu heb design. Daar heb je gewoon. Kunnen ze heel lang wachten. Totdat AI in werking komt. Maar dit was gewoon. Uh... Had je gewoon. Uh, moest het AI erop uh, vertrouwen. Hier heb ik nog een paar. Uh, gedesigned, kun je zien. Ziet er heel complex uit. Maar dat valt best wel mee. Ik had deze uiteindelijk gebruikt in mijn Thomas minecraft wereld, dacht ik. Moet ik even zien hoe die precies werkt. Oh ja. Ik heb dit op timer gedaan. Dat het gewoon. Uh, dat uh, Dat het gewoon automatisch gaat. De, ik heb deze ook echt gebruikt in mijn wereld uiteindelijk. Dus die werkt. Uh, is nu ook in uh, werking momenteel. Als ik even de wereld open, al uh, twee jaar. Werkt super goed. Dus hoe werkt die bijvoorbeeld? Nou, komt een zombie in. Of een creeper. Ik het meer tegelijk doen. Zo. Gaat eten tegelijk in. En hier gebeurt iets niet goed. Um, even iets plaatsen hier, als het lukt. Er uh, gedood. dood. Even kijken. Um, even vermoorden. Sterf. Oké, okay, even iets plaatsen. Waarom kan het niet? Ik kan niks hier plaatsen. Wat de hel. Ik kan hier gewoon niks plaatsen. Um, dat is raar. Maar is dat nou het idee wel? Dat ze hier opvallen. En. Het is heel raar. Ik kan niks plaatsen. Ik kan gewoon niks hier plaatsen. Ook geen is water. Wil je iets spawnen? Oké, okay, dat is heel apart. Maar. Is dat het idee, denk ik? Misschien zit er een string of zo. Niet eens. Oké, okay, raar. Maar dan uh, vallen ze dus hierop. En dan kunnen ze dus. Uh... Uh, hier gingen dan zombies naartoe. Hier was een kat. Die ging hier creepers heen. En uh, na een tijdje ging dat ding open, dus ik kan het dus hierin. Dus uh, mensen, bedankt voor het kijken. De volgende keer gaan we verder met de rest van de wereld. En dan, uh, ja, tot de volgende keer.